Welkom lieve stier, dit is jullie reading voor begin augustus. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Fijn dat je er weer bij bent. Allereerst wil ik je bedanken voor de vele likes, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor coaching, begeleiding, rijke healingen. Dank je wel daarvoor en natuurlijk ook voor jouw massale steun op mijn tweede Engelstalige kanaal, Philomena Tarot. Als je daar nog niet in de gelegenheid bent geweest om daar naartoe te gaan, ik heb hier een linkje geplaatst. Dus daar kan je daar op een gemakkelijke manier naartoe. En dan vind je nog meer gratis readingen. Het enige wat ik aan je vraag is of je je gratis en vrijblijvend zou willen abonneren. Hoe meer abonnees, hoe meer ik mag posten. Dus dan kan ik nog meer gratis readingen voor jullie online zetten. En mijn grote wens is dat mijn tweede Engelstalige kanaal net zo groot mag worden als mijn Nederlandse kanaal. Dit kanaal dus. Voor vandaag gebruik ik de Lenormand deck, de Gilded Tarot en de Tea Leaves. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert. Vaak helpt het als je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Resoneert je zon of je maan niet, kan je ook naar je Venus en je ascendant kijken. Of ga crosswatchen, dan heb je ook vaak dat je heel veel te weten komt over wat de ander voelt of denkt. Wat mogen wij weten, Spirits and Guides, voor augustus, voor onze lieve stieren? Mag ik weten voor de stier, loyaliteit, de vos, de beer, de ijsbeer, en de vrouw met de roos. Dus je moet een beslissing ergens over gaan nemen. Kan zijn dat jij loyaal bent geweest aan iemand die wat streken had. Dat gaat veranderen. Je hebt nu een dikkere huid gekregen. Meer zelfliefde. Dat is de beslissing die je neemt. Dat je dus iemand die slinks was, die niet goed voor je was, dat je daar mee ophoudt om die te vertrouwen, om die jouw loyaliteit te geven. We mogen weten over de hond. Als je dat dus gaat veranderen, je gaat daar niet meer loyaal aan zijn, dan komen je wensen uit. We mogen weten over die wensen. Kan zijn dat je een bepaald contract gaat krijgen, nieuw werk. Kan ook een contract zijn voor een eigen baan of als je al een sidekick hebt, dat dat succesvol wordt, dat iemand jou iets substantieels aanbiedt. Dat mogen we weten over dat aanbod. Dat dat heel veel zekerheid gaat brengen, succes gaat brengen en jou zal gaan verankeren. Wat mogen we weten over die vos bij jou in je leven? Die vos die je los moet laten, die je ook los gaat laten. Volg daarbij je intuïtie. Je intuïtie zal precies duidelijk aangeven wie wel en wie je niet in je leven moet houden. Het kan zijn dat het wat emoties naar boven brengt. Want het kan zijn dat je diepe gevoelens hebt voor deze persoon. Toch naar die intuïtie blijven luisteren. Niet in het hoofd gaan zitten. Want daar heb je nog wel eens de neiging toe met dat labyrint dat je dus te veel in het hoofd gaat. Misschien heb je wat lucht in je zonmaan, Venus of ascendant, en dan heb je de neiging om te gaan overdenken. Je bent sterker dan je denkt met die ijsbeer. Soms laat je niet altijd je gevoelens zien. We mogen weten over die ijsbeer. Ja, het kan zijn dat je uit je gevoel moet, uit je gedachten moet en meer je gevoel mag volgen. Want anders blijft het aan je vreten. Zodat je een nieuw begin kunt gaan starten en met die regenboog dat het je heel veel voorspoed brengt. En niet alleen voorspoed voor jezelf, maar ook op zakelijk gebied met het schip. Deze mag ik hebben. Dan mag ik weten over loyaliteit.
ja, je merkt dat dat ongenoegen of onvrede geeft bij vrienden of bij familie. Wat mag ik weten over de wensenput en het aanbod? Daar word je heel erg opgewonden van en gelukkig. Wat mag ik weten over de anker? Kan zijn dat je een aanbod krijgt van een jonger mannelijke energie. En is dat aanbod legitiem? Dan moet je je niet al te ongerust over maken, over dat aanbod, hoor ik. Wat mogen wij weten over die vos bij jou? Dat is een vrouw met een donkere complexie of donker haar. Die is niet helemaal legitiem. Die wil jou misleiden. Dus pas op als er een vrouwelijk persoon jou een nieuwe mogelijkheid biedt. Wees daar voorzichtig mee. Deze persoon die zal ook over jou gaan roddelen als hij of zij niet krijgt wat hij of zij van jou verwacht. Mogen we weten over die ijsbeer, dat ben je zelf. Kan zijn dat je door een bepaalde moeilijke periode heen bent gegaan. Van depressie misschien ook zelfs wel. Of zorgen maken dat iemand tegen je is. Nou, dat was niet voor niets, want er ligt hier duidelijk iemand op de loer. Laat het los. Je weet dat iemand probeert om jou het leven zuur te maken, maar probeer het toch los te laten. Je bent die olifant, jij herinnert je alles, maar toch, je bent veel wijzer, dus laat dit los, laat die persoon gaan. Voorspoed, hè, hard werk en voorwaarts gaan. En de leeuw, het is tijd om actie te ondernemen. Met betrekking tot je werk. Die persoon kan ook werkgerelateerd zijn. Wat is het advies? Wat is het advies voor onze lieve stieren? Dat advies. Blijf niet hangen. Je kunt heel succesvol worden. Heel veel geld binnenhalen. Je krijgt een aanbod. Iemand houdt je in de gaten. Degene die je in de gaten houdt, die heeft het slecht met je voor. Dat is die mevrouw. Dus pas daarmee op. Of die vrouwelijke energie. Laat dat los. Laat dat achter je. Ga niet op dat aanbod in. Communiceer duidelijk dat je graag alleen blijft werken. En niet samen wil werken met deze persoon. Dat is je advies. Kan zijn dat je te maken hebt met een ram, een leeuw. Dat zijn voornamelijk die leeuw zie ik nog een keer terug hier. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Dankjewel daarvoor. En als je zegt van goh, dit is helemaal op mijn lijf geschreven. Ik wil graag een privé reading. Kijk dan eventjes op mijn website en vul dan het contactformulier in of kijk hieronder. Dan kan je meteen mij mailen. Heel veel liefde en licht. Namaste.